Telefoon. Als ik mijn moeder bel, gaat de telefoon tegenwoordig tenminste 5, 6 keer over. Vroeger zat ze ernaast, want toen was ze nog een secretariaatsbureau. Dat had ze secuur genoemd. Secretariaatsbureau, secuur. Er hangt nog steeds een perspexplaat in de kamer waarop die woorden staan geschreven. Het ding hangt aan een ijzeren ketting, tamelijk prominent boven de kast waarin de computer werkloos computer staat te wezen. Ze zet het geval nog maar zelden aan. Dan komen er ineens berichten binnen. Je wil het niet weten. Ze neemt de telefoon op en dan moet je nog een paar seconden wachten op het moment waar tussen de horen van de haak wordt getild en mijn moeder haar spraak hervindt, onderweg van hand naar oor. Dag mevrouw, precies, kan ik niet nalaten haar te begroeten. MUZIEK.